Ja, lieve vrienden, het is alweer maandag 2 september en we leven om 10 uur 59, dus bijna 11 uur. Ja, ja, dat Jack, mijn begeleider, die kan weer elk moment komen. Zijn vakantie zit er weer op, dus ja, hij moet elk moment binnen kunnen stappen, maar hij is ook is te laat. Maar dat maakt niet uit, ik kan de pret niet drukken. Ik wens jullie wel weer een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, komt allemaal goed. En ik ben nou helemaal in het wit gekleed. Ja. En dat vind ik gewoon eens een keer leuk. Ja. Hoeft niet altijd zwart. Ik kan ook wit. Ja. Wit kleed ook af. Ja, als je het maar goed weet te doen. En Ewen die zit al te eten. Kan dat zit al achter de deur te eten. Het is alleen nog Frodo nog. Die nog wat moet hebben. Maar dat komt ook goed. Ja, die loopt nog wat heen en weer te harnissen. En die vraagt op een andere manier nog aandacht. En ook dat moet kunnen. Hé, jij. Oh, wat een dikkie, man. Is je dat? Ga je sleetje rijden? Ja, dat is ook een idee. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En ja, we zien elkaar vandaag wel weer. Ja, toch? Ik zou zeggen. Doei doei! Ja, lieve vrienden, Jack van Cerlo is weer niet geweest. Nee, ik denk dat hij 3 weken vakantie heeft, want hij heeft niks laten weten, niks laten horen. Nee. Ik snap het niet, want hij had gezegd, ik heb 2 weken en met de feestdagen heb ik ook nog weer een week. Of hij schijnt ook weer ziek te zijn, maar mij niks melden. Nou ja, boeien, lekker belangrijk. Ik ben mijn eigen gang gegaan. Ik ben bezig met de tuin, zoals jullie laten zien. Met de brander, onkruidbrander. Ja, niet met vuur hoor. Elektriciteit. Ik zie niks vanwege de zon. Hopelijk jullie wel. Ik ben daar begonnen, waar dat ding dus staat. En ik werk deze kant op. En dan ben ik, want het is allemaal al zwart wat gedaan is. En ik ben bezig met ik heb een video die ik gisteravond had gerenderd, was ik vergeten naar YouTube te brengen. Heb ik naar YouTube gebracht. En ik ben nu weer aan het renderen. Die gaat straks, als die klaar is, ook weer naar YouTube. En ik ben bezig met een bakje koffie. En kan de afloop mee in de weg. Maar oké, ik kan de pret niet drukken. Dus pak ik koffie erbij. En dan ga ik nog een paar lucky cake snijden. Ga ik dat lekker nog even nuttigen. Ja, koffie even hier naartoe. Zo, dan ga ik even een plakje cake snijden. Ook in mijn kastje wezen. Ja, dat is lekker hoor. Zie je, nee, dat zien jullie zo niet, hè, van licht naar donker. Nee. Kijk, lekker is het. Ja, heel erg lekker. Hup. Lekker een plakje cake. Mijn skutteltje. Zo. Kijk, een plakje cake. Kom jullie ook? Een koffie doen. Gezellig. Ja. Gezellig hoor. Gaan we samen toch een bakje koffie doen? Dat is toch gezellig? Hé, Ewen? Ja. Ja, want tante Astrid komt ook niet. Nee. Die komt helemaal misschien vrijdag weer, heeft het gezegd. Ging de goede kant op. Nou ja, dan hopen we dat maar. Toch? Ja. Gewoon. Gezellig. Zo, dan ga ik hier weer zitten. Dan hoop ik dat de camera goed staat. Ja, helemaal geweldig.
Ja, dan ga ik wel een bakje koffie doen. Dat ding, dat redt zich wel. En ik ga even een spelletje doen daar. Dan ga ik, als ik dit op heb, ga ik weer naar buiten met de tuin verder. Hopend dat ik geen regen krijg, want dan moet ik het opruimen. Ja. Maar het komt allemaal goed. Ja hoor. Komt vandaag niet af, komt morgen wel af. Ja toch? Het is maar net wanneer de zon ook schijnt. Want je moet wel zonneschijn hebben. Ja. Dan gaat het des te harder. En lekker wegbranden, want dit is een eenmalige aanschaf. En zo duur was dat ding niet. En als je zij gaat kopen, dat is pot goedkoop, maar de kleine beetjes geld wat je dan betaalt aan zo'n fles, moet je dat eens bij elkaar oprekenen. Ja? Nou, dan kun je beter zo'n ding kopen. Dan ben je er gelijk vanaf. Ja, toch? Ja, een meisje. Ewen die zit hier. Die zegt, miauw, kom dan. Miauw, hè. Ja. Die zegt, miauw, hè. Ja, wat is die dikke, hè. Ja, lieve vrienden, dat hè. Ze is ook zo lief, hè. Ja, ze is ook zo lief. Hoe moet je likken? Oh, godje. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Dat doe ik ook. Veel plezier met alles wat jullie doen gaan. En gaan jullie deze vlog kijken, doe dan die duimpjes even omhoog. Ja, dat blauwe duimpje. Ben je nog niet aangemeld? Nou, doe dat dan. Het is gratis. Het is helemaal gratis. Ja. En ik zal met mijn mobiel zal ik even een kleine vlog maken. Van wie wij zijn. Ja, dat doe ik met mijn mobiel. En die zet ik dan even tussendoor erop. En het komt allemaal goed. Ik moet enkel eventjes eerst even wat opschrijven. Want ik weet, er zit wat in mijn hoofd te broeien. En dat moet ik eerst even opschrijven. Maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik kan al die zit weer water te scheppen. Ook altijd leuk. Maar ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds avond. Het is al 7:30 geweest. Ik heb vandaag vernomen dat Rebecca ziek is. Die komt morgen niet. Die heeft keelontsteking. Daarom een mens. Ja, het is wat, hè. Dus, het is gewoon niet leuk voor de wat ze allemaal momenteel meemaakt. Ja, dan weer dat. Ja. Zielig allemaal. Maar in ieder geval, ik wens haar wel van harte beterschap. En wie ik morgen krijg, Joost mag het weten. En of ik wel iemand krijg morgen al, weet ik ook niet. Nee. Dat ik er net met moeite en pijn maar de rubberen bezem weer even door de woonkamer heen gehaald. Dus dat is weer netjes. En dan zal ik morgen die tas die daar hangt aanpakken. Dat zit nog het keuken wat goed in wat opvouwen moet. En dan de keuken verder eventjes. Er staat een klein beetje afwas, niet genoeg om de vaatwasser aan te zetten, maar dat komt ook wel goed. Ik ga nou een lekker bakje koffie maken, eten is al achter de kiezen, et cetera, dus een bakje koffie mag er wel weer in. En dan zal ik zien wat de avond ons brengen gaat. In ieder geval goede tijden, slechte tijden ga ik weer zien en wat er nog meer komt, ik weet het niet, dat zie ik zo meteen wel. Maar in ieder geval, ik wens jullie een heel fijne avond. En geniet van elkaar. En van jullie avond. Ja, ook al ben je alleen, kun je toch nog van je avond genieten. Voor later wel trusten. Slaap lekker, met mooie dromen. En gezond weer op. En ik zie jullie graag terug aan de andere kant van de nacht. Doei doei! Goedemorgen lieve vrienden, ja het is vandaag dinsdag, het is 3 september en we leven om 10:43 en ik kreeg vanochtend voor mij doen ultra vroeg al een telefoontje van de baas van de huishoudelijke zorg, T-zorg, dat Rebecca wel kwam. Die voelde er eigenlijk weer niet helemaal beter, maar toch weer wel vandaar dat ze aan het werk komt. Dus, die komt straks wel, ja. Ja nou, ja, wat een dikkie. Ja, maar ja, nou heb ik wel, ja,
begint al wat te zakken, maar ik doe de schrik. Je schrikt wakker, je ligt lekker te slapen en dan schrik je van iets. En dan bam, en je hoofdpijn. Nou ja, ik heb medicijnen ervoor ingenomen en ik ben nog lekker blijven leggen. Ik heb me nog een keer omgedraaid. Niet dat ik geslapen heb, maar... Ach, dan, dan blijf je lekker liggen en dan zakt het toch wel je ogen lekker dicht. Hé, meisje? Ja, nou. Ja. Dat keer de boel weer open. Het is mooi weer. Wel hier en daar stapelbewolking en het zonnetje schijnt. En hier en daar de lucht is blauw. En het waait, maar niet daar, maar daar. Ja. Dus ik heb de deur lekker open. Ja, daar waait het natuurlijk ook wel, maar je voelt het niet. Maar oké, okay, het komt allemaal goed. Ik wens jullie in ieder geval weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. En geniet van alles met wat jullie gaan doen vandaag. Ja, dat gaan wij ook doen. Ik weet niet wat we gaan doen. Ik moet eventjes nog naar een winkel zoeken. Waar ik eigenlijk nooit kom. Maar ik heb gehoord dat producten gaan verkopen wat op datum is. En dan voor 25 cent. Nou ja, dat is de lachen. Ik ging dat voor boodschappen halen. Voor weinig geld. Gisteren was er dan in zo'n reclamefilmpje. Op Facebook zag ik dat. Kwam er eentje weer naar buiten. Hij zegt, nou, dat voor boodschappen. Kijk je op de kassabon voor 1,25 euro. Nou ja, dat is toch lachen dan. Ja, dat wil ik ook. En ja, dan zeggen ze, ja, maar dan moet je gelijk opeten. Nee, je hebt toch een vriezer, gooi het in je vriezer. Ja, dan blijft dat echt wel goed hoor. Echt wel. Hé, meisje toch. En zolang een blik niet is bol staat, is dat nog goed. Zolang een bewijsspreker zak met andijvie, als die zak niet opgeblazen is, dat het niet helemaal als een ballon vormt, is het nog goed. Dat heet met alles zo. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Zo dan. Hopelijk waaien weinig lol. Maar oké, doet er niet toe. Ik ga aan de koffie en ik ga diertjes doen, etc. Dus ik zou zeggen, geniet. En neem ook een bakje koffie. Ja, en denk aan mij. Doe het samen. Ja, denk ik aan jullie. Oké? Okay? Toppie. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. En Rebecca die is druk bezig. Ja, in de gang met stofzuigen. En ik zat er net even in de deuropening. In de zon. Nou, het is nog bloedheet ook. Ja. Het is vreselijk. De zon die is echt nog goed warm, of niet dan? Ja. Ja, dacht ik. Dus ja, ze is dus lekker bezig met een stofzuigen. Waar gaat die stofzuigen? Daar gaat die stofzuigen. En daar komt hij aan hoor. Ja, met geweld of niet? Ja. En Ewin die wordt van de stoel weggejaagd. Het is nog wel heel wat. Miauw, miauw. Miauw, miauw. Is het miauw, miauw? Oh, en toen? Hé? Oh, jij. Nou ja, Grodel die legt natuurlijk alles normaal op de bank. Ja, dat weten we wel. Die legt daar 910 keer. Hé, meneertje Frodo? Ja, hè? Ja. Kiekeboe! Hij is zo lief, hè? Hij is zo lief, hè? Ja, en het zonnetje is echt nog warm. Het gaat een vlinder. Ja, het stikt van de vlinders in de tuin. Dat is altijd wel mooi. Maar ja, oké. We gaan vanmiddag de hort op. Ja, wij gaan vanmiddag de hort op. En dan gaan we naar een andere wijk van Den Helder. Naar een andere supermarkt.
En zo eens kijken of ze op het nieuws gelijk hadden. En dan zullen we beleven. Ja, ja. Het allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Ga ik ook doen. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ondanks mijn nog steeds heftige hoofdpijn aan één kant, gaan we er toch vandoor. Want ik vertrouwde het eerst niet, want er kwam een donkere lucht aanzeilen van hier tot yesterday. Maar daar was niks uitgekomen en de zon die blijft lekker schijnen. Dus we gaan even naar de andere kant van de stad. Hé, kerels. Ja, nou. Vrouwtje gaat even de hort op. Ja, vrouwtje gaat even de hort op. Hé, vrouwtje, die gaat daar al liggen, maar die moet de mijlpaardje nog om. En of jij binnen blijft, weet ik ook niet. Nee, maar je moet nou even naar de kant. Dus ja, ik ga jullie wel meenemen. Ik zal in de winkel natuurlijk niet mogen vloggen, denk ik. Nee, dat zal haast al niet. Maar ik zeg, ja, nee, die moet nog geladen worden, denk ik. Ja. Dan zou ik de koper meegenomen, ja, maar goeie. Die, wel, die andere moet nog steeds mee aan het klungelen van, ja, dat zullen jullie ook wel zien. Dat staat er ook bij. Maar in ieder geval, daar ben ik nog steeds mee bezig en aan het doen en alles. Maar het komt ook allemaal wel goed en, ach ja. Ik hoop zelf allemaal wel. En als het mij toch niet lukt wil, laat ik gewoon even aan de kant leggen. Dan vraag ik het wel aan Karin en Roderick als die weer hier wil zijn. Nou, dat duurt ook niet lang meer, dat is 21 september. Ja, dan gaan we de 25ste eren. En dat is de dag dat ik met mijn man in het huwelijk trad. En die dag blijft mijn trouw. Ja, ik weet het niet, ik kan er niks aan doen. We blijven die dag vieren. En dat doen we met een etentje. Dus één keer in het jaar gaan we uit eten. Lekker, ja. En ja, dat betaal ik. En dat moet wel geld wezen, hè, weet je. Maar ja, inderdaad, we gaan er gewoon daar gezellig van maken. Een klein feestje vieren, het leven vieren. Een foto van mijn mannetje gaat mee. En dan proosten we ook op hem daar in de hemel. Hij is me nog altijd dierbaar. Vergeten zal ik hem nooit te nemen doen. Echt niet. Neem hem in mijn hart met me mee. Ja, en hij zit als een engeltje op mijn schouder. Net als mijn schoonmoedertje. Ja, maar is ook een lievertje. En mijn eigen moedertje ook. Ja, allemaal lievertjes. Nou, mijn moeder, die hangt wel 1, 2. Dat is 2 keer. En dan zit ze daar met mijn vader erbij. Daar zit ze nog 1, 2, 3, 4 keer hangt ze op de muur. 2 keer in de uppie. En 1 keer samen met mijn pa, oftewel met mijn huid. En 1 keer met mijn tante en met mij. En toen ging het om mijn tante, die kwam toen te overlijden. Ja, die zat in dat verzorgingstehuis waar ze ook overleden is. Maar oké, okay, ja. Het is gewoon mijn dierbare rokje. Enkel, ja, één foto, daar staat 3 mannen op. De ene is mijn echte vader, waar ik uit geboren ben. Maar die moest mij niet. Dan mijn oudste broer. Met zijn jongste zoon. En dat ging eigenlijk de 3 generaties, moet ik zeggen. Die zaten naast elkaar. Vader en dan zoon en kleinzoon. En alle 3 heten ze hetzelfde. Ja. Wel leuk, wel grappig. Maar ja, mijn oudste broer. We weten niet waar hij is. We weten niet waar hij woont. We weten niks. Nee. Die flat waar hij ooit heeft gewoond, die is afgebroken. De straat bestaat nog wel, maar de flat is weg. Dus ja, hij is ook weg. Maar waar naartoe? Of hij nog leeft, weten we ook niet. Hij wil niks met de hele familie te maken hebben. Het is jammer, helaas. Hij woonde in Schiedam, vlakbij Rotterdam, tegen de grens.
En ja, ik zou hem het liefst wel weer willen ontmoeten, weer willen zien, maar hij wil niet meer. En die keuze moet ik accepteren. Ik heb hem al jaren ook niet meer gezien en dat is met meerdere personen zo. Ik ben ook daar niet de enige in, denk ik niet. Hey, kan er ook Hans op de poetsen? Ja, irritant, ik denk dat hoor ik. Maar oké, we gaan er vandoor. Het is, die klok loopt gek. Het is 13:55. En die klok die heeft het bijna 2:10. Ja, kun je nagaan. Terwijl het later is. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van je dag. Doe het met een lach. Oh ja, ik ben ook nog met een plaatje bezig. Ik zal hem jullie tonen. Misschien dat je het zien kan. Er komt ook beweging in, glitter in, noem maar op. We zien het wel, we zullen het wel beleven. Maar dat komt allemaal goed. Komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik vind hem sowieso nu al mooi. En er staat nog geen tekst, niks bij. Nee. Maar, maakt niet uit. Nee hoor. Ik zou zeggen, tot later. Doei.
Dus een rondje Lidl. Maar die doen we er hier nog niet. Nee, het is een proef ergens op locatie, weet ik veel waar. Maar niet hier dus. Ja, pech gehad. Volgende keer misschien wel. Je weet het niet. Maar ja, ik heb nou wel, want even een lekkere leverworst meegenomen. Voor 70 cent. Dus ja, dat is toch niks, hè? Nee. Maar het is geen kwartje. Dat geef ik gelijk in. Ja. Maar oké, ik heb bezoek. Die wilde er niet op. Ja, die wilde wel op, maar mag er niet op. Dat is weer wat anders. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik ga een bakje koffie doen. Met een stuk worst erbij. Ja, heb ik zin in. Ja, lieve vrienden. Het is alweer 16:53. Het loopt alweer tegen 5 uur aan. Ik wens jullie allen een smakelijk eten en uiteraard ook een hele fijne avond. Degene die ik op bezoek had, die is al lang alweer weg. Ik heb zelfs Karin aan de telefoon gehad, dat heb ik net opgehangen. Tenminste, de telefoon weer in de houder kunnen zetten. Karin die ging ook weer haar eigen dingen doen. Ik ben met mijn eigen dingen bezig. Ik ben aan het renderen, dat gaat straks weer naar YouTube. En ik was al bezig een plaatje te maken voordat we weggingen. Daar ga ik verder mee aan de slag. En daarna is het ook voor ons eten. En ik wens jullie allen natuurlijk een hele fijne, liefdevolle avond toe. En voor later op de avond, als je naar bed toe gaat, welterusten. Lekker slapen met mooie dromen. En gezond weer uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, doei doei!